Ah, je wil niet weten hoeveel tijd ik heb gedaan met de vraag. Ja, tot wat voor krankzinnige diersoort behoor ik eigenlijk? Nou, sowieso tot de meest arrogante diersoort die op deze planeet rondloopt, daar was ik wel over uit. Nou, kijk alleen naar hoe we onszelf hebben genoemd. En mens is het Latijnse woord voor verstand. En de officiële biologische naam die we onszelf hebben gegeven is de Homo sapiens, oftewel de wijze mens. Ja, alle andere dieren hebben gewoon een soort willekeurige klank gegeven. Kip, kat, rat, weet ik veel. Ja, bij onszelf hebben we even een veertje in de reet gestoken. Sommige biologen doen er zelfs nog een schepje bovenop. Die vinden dat er nog een subcategorie moet komen voor de moderne mens. En die zou dan moeten heten de Homo sapiens sapiens. Oftewel vrij vertaald, de fucking wijze mens. Ja, dat ging bij mij gewoon niet in. Ja, oké, intelligent, maar wijs. Wat is er bijvoorbeeld zo wijs aan het feit dat we nu al de kernwapens hebben om 5 keer al het leven op aarde uit te roeien, maar dat we nog steeds elk jaar $1 triljoen uitgeven aan nieuwe kernwapens? Nou, ik kan me voorstellen dat je denkt, ja Tim, ik vind $1 triljoen nogal een abstract bedrag. Ik weet niet zo goed wat ik daarbij moet voorstellen. Nou, om het even tastbaar te maken, $1 triljoen, ja, daar kun je dus 5 triljoen zure matten van kopen. Nou, wordt het even tastbaar hoeveel het is. Nou, dus 1 triljoen hadden we ook kunnen uitgeven aan het ontwikkelen van een schone energiebron of aan het uitroeien van armoede. Sterker nog, ik denk als we er gewoon zure mat van hadden gekocht, nou, dat is een betere besteding geweest. Ja, ik denk sowieso, als je 5 triljoen zure matten op je vijand dropt, heb je ook wel even goed tuk. Ja, maar overal ligt er ineens 1,5 meter zure matten, dus je hele samenleving kan niet meer functioneren. Nee, je kan ook niet zeggen, oké jongens, we slaan terug. Stuur de straaljagers. Nee, ook op de landingsbaan ligt gewoon 1,5 meter zure matten. Oké, doen we kinderen in schoolbussen. Sturen we die naar de landingsbaan, kunnen die de landingsbaan vrij eten. Nee, ook op de wegen liggen zure matten. Schoolbussen gaan nergens naartoe. Het is het game over. Ja, ik bedoel, 1,5 meter sneeuw, ja, dat is wel een uitdaging. Ja, maar dan kun je nog met zout strooien en dan smelt het. Nou, als je dat zou doen bij zure matten, ja, ten eerste, het smelt niet. Ten tweede, ja, daarna is het ook gewoon niet meer lekker.